but at a number of 44 times an obstacle number 7, 76.64, and obstacle number 8, 71.96. En daarmee zijn de vier stamponies echt afgesloten. En Torste, die krijgt applaus van de mensen hier langs de zijlijn, want hij passeert nu de finish en de tijd 72,27 honderdste. Zijn 72,27. Am Ende ist Nummer 3, für Torsten Röde aus Deutschland. Ja, misschien wel even handig om te vertellen dat bij hindernis 6 en hindernis 7 voorlopig geen deelnemers langskomen, omdat de deelnemers aan de World Power Equestrian deze hindernissen niet hoeven te rijden. Dus hindernis 6 en 7, daar zit u zo heerlijk in het zonnetje te kijken. Maar voorlopig is er niks te zien, het is maar dat u het weet. Marcus Perus nadert hier hindernis nummer 5. De man die hier de snelste tijd had op dit moment op hindernis nummer 3. Kijk of hij ook sneller zal zijn dan Lucy in de rit hiervoor. Het oogt in ieder geval zeer goed. Zeer goed. En dan gaan we volgen in de hindernis. Gaan opvoeren. De mooie van het paard is de hindernis binnengevallen. Dan gaat hij af. Ja, maar lekker door het water. De fans die helpen een handje. De vrienden staan hier aan de zijlijn. Dit is mooi mensen. Wat een spektakel hier. Wanneer je dan moet dan zijn, nogmaals het water ingaat. En een korte redding weer te zetten. Prima ondersteuning van de Zegoel daar. Dan is het daar korte rende en die kracht verzamelen voor het Friese paard om die heuvel op te komen. Dit kost kracht, dus je zou zeggen, tempo zakt ietsje terug. Maar dan gaat hij het met hulp van de mensen hier aan de zijlijn weer opvoeren. Ja, het paard kijkt mooi mee, steekt goed mee. Ah, Jan die wordt hier gedragen door de hindernis, door de fans. Dit is mooi mensen, zo hoort sport te zijn, zo hoort het te gaan. En we hadden net een tijdje van Albert de Dussel die er was zijn. Ook de tijd van Jan Ranzijn, die is goed te noemen. Niet helemaal een top zijn, maar iedereen die leeft met hem mee. En mensen met z'n allen, het uw applaus. Jan Ranzijn, passeert hindernis nummer 3 met een tijd te realiseren. Is inmiddels gestart. Ja, klopt. Moedigt de Forster nog even aan die met een mooie grote galoppas door het water passeert voor de eerste keer. Zeer goed met Maris en ook in de draf uitstekend uit de voeten kan. Het ziet er gelikt uit allemaal. Dit is de ideale lijn. Prima, die hoeft nog even achterop. Ja, en de body die moet nu kracht verzamelen, maar dat kunnen ze als geen ander. Kort gedraaid en dan galoppeert hij alweer verder. Ja, dit is spectaculair rijden. Kan ik die wending halen? Ja, ik kon nog net die wending halen. Ja, dat scheelde niet veel, maar hij rijdt hier aanvallend. Hij rijdt hier gedurfd. Hij rijdt hier voor een toptijd. Dat zou mooi zijn. Adriaan nog een paar wendingen te maken in deze maandenpartij. En dan zijn we benieuwd naar de eindrijd. Wat gaat dit worden? Ik hoor de fans al hier voor Adriaan meeleven. Breng je die heuvel op. Dan een korte wending richting de finishlijn. En de laatste seconde die tikken weg. Mensen, moedig hem nog eens even aan. Daar is hij. De hindernis binnen. Er is razendsnel afgedaald hier. Kijk naar die enorme galopsprongen in het water. Is het water alweer uit. En weet voorwaarts te blijven. Rijkt hem op de ruimere lus om weer af te dalen. Mooi om Heiner hier te zien. De uitdrukking op zijn gezicht spreekt boekdelen. Hij wil hier maar één ding en dat is die titel verdedigen in die prachtige, spectaculaire hindernis. Ja, en dat ziet er te goed uit voor Harner Leerten. De regerend wereldkampioen belust op een nieuwe titel in 2012. Alles op alles wordt nu gezet. En ook het Duitse team heeft hier veel fans aan de zijde die meeleven. En die zien dat Harner Leerten hier een goede tijd neerzet. Het wordt niet de snelste tijd. Die is nog altijd geleverd door Albert Dussel. Maar hij gaat razendsnel mensen. De laatste meters komen eraan. Het zand dat springt op en daar komt hij. En ja, u mag een applaus geven. De laatste redding wordt ingezet en een prachtige tijd. De mensen laten weer van te gooien.
Maar het is niet zo goed. Maar het is wel goed. Het is zeer zo. En het is zeer goed.